In de Reditex Art Gallery is er een unieke groepsexpositie te zien. De expositie, die geïnspireerd is door de Alakondri-gedachte, bevat werken van 18 kunstenaars die verbonden zijn aan Reditex Art Gallery. Kunstenaar Diraj Ramsamuch heeft als curator deze groepsexpositie in elkaar gezet naar zijn ervaringen tijdens zijn kunstenaarsresidentie in Parijs en zijn recente bezoek aan het Museum voor Moderne Kunst in Baku, Azerbeidzjan. Ramsamuch zegt in de expositie compositie Spreken in Patronen een eigen Surinaamse draai te geven aan zijn opgedane indrukken. In Baku bijvoorbeeld waren de kunstwerken zo opgezet van één wand voor één kunstenaar. Maar hier zijn alle werken door elkaar. Maar ze zijn ook niet zomaar door elkaar gezet. Want de titel is compositie, spreken en patronen. Dus er moest een compositie opgebouwd worden. En die compositie is opgebouwd aan de hand van vormpatronen, kleurpatronen. Dus bepaalde tinten, bepaalde kleuren die dan van een kunstwerken, van de ene kunstwerk naar dat andere kunstwerk gaat. Kunstenaar Ramsamuch heeft binnen deze compositie sterk de nadruk willen leggen op de wijze waarop de diverse bevolkingsgroepen in Suriname met elkaar leven. Daarom spreekt hij over de Surinaamse samenleving als een mamjo van diverse etniciteiten. Kort gezegd, Mamyo Alakondri is eigenlijk de kracht van de samenleving. Maar hoe ik hem hier heb gebruikt is, die Mamyo is eigenlijk meer, ja, die Mamyo is een laken opgebouwd uit stukjes en verschillende stukjes stof, verschillende kleuren, verschillende tinten. Dit is een expositie waarbij we die werken bij elkaar hebben gebracht. Verschillende handschriften, want elke kunstenaar heeft een eigen handschrift. Die verschillende handschriften bij elkaar gebracht en die mamio van die verschillende handschriften. En die Alakondri, ja, dat is eigenlijk onze manier van leven met elkaar. Het is diep geworden, je kan het niet meer eruit halen. We zijn zo in elkaar geweven. Geen enkel groep die los van elkaar staat. Tot nu toe is de reactie vrij positief. Het is ook de eerste keer dat werk op deze manier wordt geëxposeerd hier in de gallery. Normaliter is het één werk aan de wand en heel veel space eromheen, maar hier is het zo, je hebt een heleboel aan de wand, nauwelijks space eromheen. Dan nog is het rustgevend en om naar te kijken. Waarom? Omdat de wanden als het ware in een L opgehangen zijn met werk. En de rest is gewoon wit gelaten, blank. Dat zorgt dan weer voor contrast in inrichting. De kunstenaar zal in 2025 een solo-expositie houden en zich daarom dit jaar richten op het produceren van kunstwerken. Ramsamuch zal zich opnieuw laten inspireren door de Surinaamse samenleving.